Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1145 met een uitzending voor vandaag, 27 november 2017. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag enkele nieuwsberichten en een deel uit de serie over VHF-UHF propagatie. Waarschijnlijk is deze uitzending een stuk korter dan die van de afgelopen dagen. Morgen, dinsdag 28 november, kun je kort na de Daily Minutes het ISS waarschijnlijk horen, die dan verbinding maakt met de school in Canada. Frequenties zoals gebruikelijk weer 145.800 in FM. De verbinding staat gepland voor een begintijd van 18.46 UTC. Dat is net na 7:15, dus op dinsdagavond. Naar aanleiding van wat verwarrende berichten over Radio Caroline, die vanaf de Ross Revenge afgelopen weekend zou uitzenden op 648 kHz, ben ik maar eens op zoek gegaan of ik erachter kon komen wat er aan de hand was. 648 kHz is de nieuwe frequentie van Radio Caroline, waar ze voor het eerst legaal met een eigen zender op de Middengolf zullen uitkomen. De naam die de zender gebruikte, dat was Radio Caroline North. Dat Radio Caroline North is natuurlijk vreemd en dat op die frequentie ook, want ja, North zit niet helemaal daar. Maar goed, de verklaring, voor zover ik die heb kunnen achterhalen, is als volgt. Radio Caroline North is een uitzending van Radio Caroline op internet, die live van het Ross Revenge wordt gemaakt. Deze uitzendingen worden af en toe tevens uitgezonden op de middengolffrequentie en met de zender van Man X Radio op 1368 kHz vanaf de Isle of Man. Dit gebeurde afgelopen voorjaar ook al een keer, als ik me goed herinner. En het was in elk geval afgelopen weekend tot zondagavond 2100 uur het geval. Als test is deze uitzending van 1368 kHz dit weekend ook op 648 kHz uitgezonden. Vrij zeker vanaf de locatie in Oxfordshire, waar ook de eerdere tests vandaan kwamen. Het betreft dus wel de reguliere programmering van Radio Caroline, maar in dit geval dus dat van Radio Caroline North, het internetradiostation van Radio Caroline. Ik heb begrepen dat de zender op 648 mogelijk een eigen programmering krijgt, al heb ik dat niet uit meerdere bronnen bevestigd gekregen. In deel 4 over propagatie op VHF en UHF gaan we verder over sporadische E. Sporadische E is een bijzondere soort van ionosferische propagatie. De meeste propagatie op VHF en UHF is troposferisch. Maar deze ionosferische propagatie die komt ook op VHF voor, niet op UHF, maar tot aan frequenties van ongeveer 250 Hz. Op VHF is het inderdaad sporadisch, maar sporadische E komt ook op de korte golfbanden voor. Op banden onder 20 MHz wordt deze propagatievorm vaak gemaskeerd door de vaker voorkomende vormen van F- en E-laagpropagatie. Maar op bijvoorbeeld 24, 27, 28 en 29 MHz is het zeker in bepaalde seizoenen een veel voorkomende vorm van propagatie over lange afstand. Sporadisch E wijkt af van wat we op HF gewend zijn in die zin dat zonneactiviteit er niet een rol bij lijkt te spelen. Het komt voor in het zonnevlekkenminimum, het zonnevlekkenmaximum en daartussenin. Sporadisch E komt veel voor in de periode van eind april tot eind juli, zeker begin augustus, en daarnaast in een korte periode rond de kerstdagen. Qua tijd van de dag is rond 1 uur 's middags zomertijd een goed moment om er naar te luisteren, en vervolgens een wat langere periode vanaf 4 uur à 4:30 ook zomertijd. Deze periodes van verhoogd voorkomen zijn allerminst een vaststaand feit. Recent waren er ook openingen in oktober en sporadisch E komt ook 's nachts voor. Over de oorsprong van sporadisch E zijn er door de jaren heen diverse theorieën opgeworpen. Momenteel lijkt een theorie over het ontstaan boven bijzonder sterke onweersgebieden een waarschijnlijke oorzaak. Maar nog niet zo heel lang geleden werd gedacht dat zeer fijn stof van meteorieten, waar de aarde soms doorheen komt, ook een rol speelt. Het zou eens goed kunnen dat beide theorieën naast elkaar bestaan, doordat misschien wel beide fenomenen sporadisch E kunnen veroorzaken. Sporadisch E op bijvoorbeeld 10 meter komt vaak voor. Op 50 en 70 MHz is met name in de genoemde seizoenen een veelvuldig en in bepaalde periodes dagelijks optredend verschijnsel. Op 2 meter komt het meerdere keren per jaar voor. Doordat de signalen bij sporadisch E uitermate sterk zijn, weet je vaak niet wat je hoort. Signalen zijn onvervormd, hebben een vrij karakteristieke fading. De FM-signalen zijn dus niet ernstig verminkt. En je kunt dus meemaken dat je zeer sterke lokale repeater ineens door een Italiaanse repeater ruim wordt overstemd. Ik heb dat meerdere keren gehoord bij PI3PIR, een repeater die destijds slechts 8 kilometer bij mijn eigen antennes vandaan stond. Wat niet zoveel mensen weten is dat sporadisch E meestal een uiterst lokaal verschijnsel is. Je kunt als het ware twee bundels van zoeklichten voorstellen die aan weerszijden langzaam over de kaart schuiven. Zit je aan de rand van de bundel, dan kun je de signalen horen, maar zijn ze niet zo sterk. Zit je in het midden en je tegenstation ook, dan zijn de signalen zeer sterk. Met wat ervaring kun je van dat fenomeen gebruik maken, doordat je kunt horen of een signaal nog steeds sterker wordt. Er komt wat geluk bij kijken, maar als je wacht op een geschikt moment, dan kun je vaak met geringe middelen een pile-up verslaan waar ook mensen met een goede installatie en een groot zendvermogen in zitten.
In deel 5 gaan we nog wat dieper in op dit interessante fenomeen en we kijken naar wat bijzondere fenomenen die ook met sporadische evenband lijken te houden. Vanmiddag 13 juni 2017 om 3:15 was in bepaalde delen van Europa de band op 2 meter voor sporadische E open. Onder andere werd er vanuit Westelijke Sahara in Noord-Afrika naar Rusland gewerkt. Ook was het mogelijk vanuit Scandinavië naar Rusland te werken en ook vanuit Duitsland en nog een aantal andere landen. Eergisteren was er ook zo'n opening, allemaal op 2 meter dus. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 22:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechtsboven aan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.